Goedemorgen. Ik ben er helemaal klaar voor deze donderdag live. Ik was weer ietsje te laat, sorry. Maar goed, dat geeft op zich niet, hè. Vandaag konden jullie kiezen tussen Birds and Branches en Wildly Happy. Wildly Happy heeft gewonnen, dus daar gaan we mee werken. Maar ik ga wel een heel klein stukje uit de stansen van de Birds and Branches gebruiken. En wel deze stans. De takjesstans. Ik heb deze kaart gemaakt met de Birds and Branches. Die gaan we dus niet nu namaken. Maar dit is degene die het wordt voor vandaag. Dus met de Wildly Happy. En ik gebruik daarvoor Soft Seafoam van 14,5 bij 21. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er zijn. 14,5 bij 21 en die ril ik op 10,5. Zo. Even aan de kant. Mijn vouwbeen erbij. En die ga ik bestempelen met de tekst Sweetest Baby, want ik maak er vandaag een babykaart van. Als je zegt van nou, ik vind dit nou erg leuk voor een paaskaart, nou neem dan een tekst waarop staat Happy Easter of zo. Dat wordt ook heel leuk, maar die had ik even niet bij de hand, dus ik dacht het wordt dit. En dan gebruik ik dezelfde inktkleur om te stempelen als het karton, dus ook de Soft Seafoam. En dat ga ik gewoon een beetje, ja, random erop stempelen. Goedemorgen. Oh, die wordt een beetje scheef. Nou ja, is niet erg. Handgemaakt. Dus zo heb je eigenlijk gewoon een leuke achtergrond die toch gewoon in dezelfde kleur blijft. Ik vind vaak als ik dat niet doe, dat het te kaal is. Ja, dat is mijn manco. Ik hou wel van kaarten die, hoe noemen ze dat, clean en simpel zijn. Alleen, ik kan het niet. En helemaal clean, ja, dan vind ik het gewoon toch net te kaal als ik ze zelf maak. Dus dan gebruik ik dit. En dan heb je daar eigenlijk ook nog gewoon een hele makkelijke kaart. Maar is die ietsje minder clean. even kijken. Dan had ik een strookje dezempapier bedacht. Van 3 centimeter bij 10 centimeter. En dit dezempapier komt uit een pakket waar alle Subtels kleuren in zitten. Dus alle kleuren uit de Subtels collectie, zoals dat heet. Deze kan er ook alvast op. En dit is de kleur Per Pizzas. Dan hebben we een stukje Mossy Meadow nodig van, even kijken, ik maak hem 6,5 bij 8. Dus 8 bij 6,5. En daar ga ik aan de onderkant, aan de smalle kant, dit stukje stansen. En dan gebruik ik eventjes mijn kleine mini cut en embossingmachine weer voor. Even kijken. Moet het wel roepen natuurlijk. En nu zien dat hij blijft liggen zoals ik hem wil. Bij de grote heb ik een magneetplaat. Ja, het
zie je, dat blijft natuurlijk weer niet liggen. Stukje washi tape. Zoek het begin. Even kijken, dan plakken we hem gewoon even vast. Ook niet erg. En dan blijft hij netjes op zijn plaats. Zo. En kijk eens hoe een leuk randje dat je dan hebt. Even ook aan de kant. Zo. Hier nog eventjes deze twee uithalen. Zo. Dat is toch echt een schattig randje, of niet? Ik vind dit echt heel leuk. Nou, die kan ook alvast erop. Zo. En dan als laatste nog een stukje Very Vanilla. En die had ik op 6x6 gemaakt. Zes. Bij zes. En daar gaan we het konijntje opstempelen. En de tekst: so tiny, so small, so loved by all. Ja, moet even denken. Dat valt nog niet mee. Goed. Ik moet deze inktpad eigenlijk beinkten, maar daar was ik even vergeten. En daar had ik nou net geen tijd meer voor. So tiny, so small, so loved by all. Wauw. En dan gaan we de konijntjes stempelen in Perpizas. Goedemorgen. Oh, lief hè. Wat zijn ze schattig, hè, die konijntjes. Ik vind ze echt geweldig. Ik denk dat dat ook wel de meest gebruikte stempel uit deze set is bij mij. Goed. Nou, die kan ook op de kaart. En dan hebben we de kaart voor deze week alweer klaar. Zo. Is het geen schatje geworden? Ik vind hem zelf heel erg leuk. En zoals gezegd, ik heb dan de tekst Sweetest Baby gebruikt, omdat dat in de set zat. Ik zal hem nog even laten zien. Wildly Happy. Maar als je er liever een paaskaart van maakt, kan je natuurlijk ook echt een heel eenvoudig door de tekst aan te passen er een paaskaartje van maken. Want dan doe je gewoon op de achtergrond Happy Easter stempelen. Klaar ben je. Maar goed, dus jullie hadden kunnen kiezen ook voor voor Birds and Branches. Die zal ik ook nog heel even laten zien. Hier heb ik de eitjes als achtergrondstempel gebruikt. En een kleurencombinatie die ik gewoonlijk ook niet zou kiezen. Pool Party met Highland Heather en Mint Macaron. Maar je ziet het, hij is toch wel ook erg leuk geworden. Voor volgende week donderdag plaats ik zo weer een bericht op de site. En mag je kiezen uit de set Puur Natuur. Dat bestaat toevallig uit twee stempelsets. En of de Natuurlijk voor Altijd. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarbij kiezen. Puur Natuur of Natuurlijk voor Altijd. En dan heb ik natuurlijk ook nog in april weer Stempelclub. Dan gaan we deze kaartjes maken. En daar kun je je voor opgeven tot 5 april. En op 12 april is dan de live uitzending. Een pakketje is €10, inclusief verzenden.
En opgeven dus tot 5 april. En datzelfde geldt ook voor het workshoppakketje. Een leuk doosje maken met daarin wat kaartjes. En het workshoppakket is 15 euro. En bestel je nou allebei de pakketten, krijg je 2,50 korting. Dus ik zou zeggen, geef je op. Leuk. En dan zou ik zeggen, voor vandaag is het weer klaar. Dus tot de kijk. Tot volgende week. Gezellig dat jullie er allemaal waren. Doei!